Tweede paasdag, Holenweg, oude Philipsgebouw, de voetbagger van Horen. We zien dat het onwijs druk is. We gaan eens kijken wat we echt daadwerkelijk kunnen vinden en kunnen proeven hier dan. Altijd geweldig. Wat brengt jullie naar de voetbalmarkt? Buiten het eten? Hapjes. Hapjes, ja. Waar is speciaal voor de hapjes gekomen of voor nieuwe ideeën? Nou, we gaan ook altijd naar de rollende keukens. Dus, sorry? De rollende keukens in Amsterdam. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde als de foodmarket en dat is al jaarlijks gevallen. Dat er nu in Horen gezien was. En tot dusver is het is de indruk? Heel erg leuk. Heel gezellig. Ja, leuk. Lekker ook. We staan hier naast Lars van de Bierbroeders. Kan jij mij vertellen, A, wat zijn de producten en B, hoe zijn we erbij gekomen om het überhaupt te gaan maken? Dan eerst hoe we erbij zijn gekomen om het te maken. Wij zijn 2,5 jaar geleden begonnen met thuis brouwen. Met als idee, hoe tof zou het zijn als we een keer één krat bier, eigen bier zouden brouwen voor onszelf, voor vrienden. Dat is een beetje uit de hand gelopen. We hebben 2 jaar lang thuis in een pannetje staan roeren en kleine batches gebrouwen. En ongeveer een jaar geleden de keuze gemaakt. We willen toch groter. We willen een keer 1000 liter brouwen. Want daar gingen we naartoe. We waren zo makkelijk van onze spullen af. Mensen wilden zo graag proeven, vonden het lekker, waren enthousiast. We dachten, nou, we gaan het gewoon proberen. We gaan gewoon de stap wagen en 1000 liter brouwen in Uitgeest bij de Noord-Hollandse Bierbrouwer. En dat hebben we gedaan. Toen hebben we nummer 1, batch 1 gebrouwen. Een IPA met koriander en sinaasappel. Sinaasappelschil. Die 7% is het is allebei speciaal bier. En een paar maanden daarna hebben we een batch 2 gebrouwen. Dat is een Scotch Ale. Dus 9% alcohol. Is wat zoeter, wat meer op mout gebaseerd, wat minder op hop gebaseerd. En die verkopen wij hier heel goed, mag ik wel zeggen. Ja, ik zal ze even proeven en ik wens je veel succes. Hartelijk bedankt, u ook. Fijne dag. Dank je. Ja, beste. Wij zitten hier in de ID-fabriek, ook wel de oude Philipsfabriek genoemd. En met allemaal creatieve ondernemers bij elkaar, ook heel veel cateraars. En dit was eigenlijk de ruimte waar wij allemaal samenkwamen bij het bakkersatelier. Die bakte hier allemaal brood. Echt het beste brood van Horen, kan ik wel zeggen. En we hadden het er vaak over met elkaar. Ja, hier kunnen we wat mee. Dit is een grote ruimte, net buiten de stad. Ja, misschien moeten we iets van een markt hier organiseren. Ja, en zelf ben ik cateraar en ik heb hier ook kantoorruimte. En ik sta veel op foodmarkets ook wel, pure markten en lifestyle markten. En ik denk, nou, misschien kunnen we zo'n soort concept naar Horen halen. En we hebben de stoute schoenen aangetrokken en we zijn het gaan opzetten. En nou, je ziet het. Het is geslaagd, denk ik wel. Heb je al een rondje gedaan? Nee, dat gaan we nog doen. Je moet nog daar? Ja. Okay. Dus ik kan ook niet even vragen of heel veel lekker zou doen. Nee. Maar geen meubelboulevard, echt gewoon kijken wat je echt gaat koken. Ja. Ja. Smaakt die mevrouw? Heerlijk. Wat is het als vraag? Aubergine met rauwe ham. Aubergine met rauwe ham. Ik denk een Spaanse hapje. Super lekker. Dus dat gaan we vanavond thuis ook eten? Nee, ik denk dat ik wat anders eet.
Nou weet ik dat zalm die wordt koud gerookt. Dat is op 23 graden. Ik begrijp dat jullie nog kouder roken. Klopt dat? Ja, koud roken zit je normaal tussen de 23 en 28 graden. In ons geval doen we het onder de 7 graden. Exacte temperatuur zal ik je niet vertellen. Maar het is onder de 7 en dan heel lang heel rustig. En wat je krijgt is dat de zalm krijgt een hele zachte rooksmaak. En blijft qua structuur heel dicht bij het oorspronkelijke product. En dat geldt niet alleen voor de zalm die we roken, maar bijvoorbeeld ook voor de runderlende, ijs, heilbot, makreeltjes, noem het maar op. We roken alles op diezelfde manier koud, het een wat langer dan het ander. Maar wel dat je de structuur van je oorspronkelijke product behoudt. Wij zijn van Fruitweek en Fruitweek levert basis fruitboxjes, smoothiepakketten en detoxpakketten bij mensen thuis af. Hier zit 30 stuks fruit, kunnen mensen elke week bij ons bestellen. Die komen zaterdag in rondje Horen brengen. Horen, Berghout, Zwaagdijk, Wochnum. Het is eigenlijk een concept van mijn zwager, de Pijmen, op het Nieuwland, hier in Horen. En die heeft dat in België ooit gezien. En die heeft dat eigenlijk hier verder doorgezet in Nederland. Dus zodoende hebben we dus een hele truck ingericht. En gaan we evenementen en festivals af. Met alle 5 verschillende smaken kokosbols. Smoke Roaster is een truck die concentreert zich op de combinatie tussen vis en vlees. Sorry, vis en vlees? Vis en vleesgerechten. Vis en vlees, dus burgers met gambas erop, kreeftenburger met bacon, allemaal lekkere dingen, de combinatie tussen vis en vlees. De roasting, ja, dat is, we hebben garen langzaam ons vlees, dus mooie producten, biologische producten ook, die we zelf vervaardigen, zowel gerookt als geroosterd.
ben lekker met mijn vrouw mee en ik loop ook wel lekker achteraan. Maar ben je verplicht mee of is hij verplicht mee? Niet echt verplicht. Het is leuk, het is mooi weer, dus we lekker eruit. Ga je meubelboulevard naar de voetmarkt? Wat zeg ik? Ga je meubelboulevard naar de voetmarkt? De voetmarkt inderdaad, ja. Ja. Dus, nou ja, thuis had ik al wat gegeten, dus het houdt ook op dan een beetje wat te kopen hier. Maar hier, smaakt die? Heerlijk. Je meen dat, hè? Ja, echt heerlijk. Thank you.